welkom bij Stumpers, waarin we gaan proberen een stumper van een man te koppelen aan een leuk meisje. En dit zijn de leuke meisjes. Hallo Angela. Hoi. Hallo Monica. Dag Hakje. Hallo. En de stumper van vanavond is Bart. Bart van Stelten. Bart, wat doe je voor de kost, joh? Nou, ik ben assistent in de huishouding. Ach, leuk. In een verzorgingstehuis of zo? Nee, bij mijn tante. Bij je tante, ook gezellig. Bart, je bent 29, je ziet eruit als 45 en je hebt nog nooit een leuke vriendin gehad. Nee, dat is er nog nooit van gekomen. Wie weet gebeurt het vanavond, ga jij vanavond met een leuk meisje naar huis. Want je bent met elk van de meisjes apart een avondje uit eten geweest. En we gaan nu kijken hoe dat is afgelopen. Wat zei ieder van de meisjes tegen jou toen ze jou voor het eerst zag? Wat een grote griezel, wie zei je? Wie zei er, het is dat ik er geld voor krijg? Oh. En wie zei er, help! Oh. Ga je gang. Ja, ik weet het. Wat een grote griezel, dat zei Angela. Ja? Nee, sorry Bart, dat heb ik niet gezegd. Zij niet? Oké, okay, nee, verkeerd. Volgende. Het is dat ik er geld voor krijg? Ja, ja, dat zei Monica. Oh nee, hoor. Nee, oké, okay, nou. Bart, je zit nu al verschrikkelijk te stumperen. We gaan door met de tweede ronde. Wat zeiden de meisjes aan het eind van de avond? Wie zei er? Hij kneep me tot moes. Wie zei er? Hij stonk een uur in de wind. En welk meisje zei? Wat een oude zak. Ga je gang. Nou, ja, hij kneep me tot moes, dat zei Gakje. Nee, nee, dat heb ik niet gezegd. Hij heeft me wel geknepen, hoor, maar dat was nog niet het allerergste. Oh, 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 oh. Volgende, hij stonk een uur in de wind. Hij stonk een uur in de wind? Ja. Ja, dat zei Angela. Nee, sorry, dat heb ik niet gezegd. Dat was van? Ik. Dat stinken, ja. Het was niet hard. Ik moest na 5 minuten echt vluchten gewoon. Ik begrijp het, want het is ook niet te harde. Wat voor aftershave gebruik je, Bart? Geen aftershave. Geen aftershave? Dat moet je toch eens proberen. Ah, oké, maar geen enkel punt gescoord. Je was de grootste stumper die we tot nu toe in Stumpers gehad hebben. Oh, dank u wel. En dat is jammer, jammer. Je hebt geen punt gescoord. Die reis, daar kun je naar fluiten. Je zou naar Aruba gegaan zijn. Naar een 5-sterren hotel met cocktails geserveerd aan het zwembad. Ja, nou ja, je kan niet alles hebben, hè. Jammer. Meisjes, wat vinden jullie ervan dat de reis met Bart naar Aruba niet doorgaat? Oké, dit was Stumpers. Ai! Dit was het. Tot de volgende keek. Dat had ik nou net willen zeggen. Wat? Nou, dit was het. Tot de volgende keek. Dat geeft me zo'n lekker Joop van Zijl gevoel, zo solistisch. Ja. Dit was het. Tot de volgende keek. Ja, dat hoeft niet meer, want ik heb het al gezegd. Jammer.